Robin en ik ben afgestudeerd in 2009 in MMP. En ik werk hier nu bij Amplidata in de Gramco Arena in Gent als software engineer, JavaScript ontwikkelaar. Mijn dag is meestal begint rond 9 uur als ik hier toe kom op kantoor. En rond 10 uur heb ik dan een stand-up meeting met mijn collega. Want we zijn nu met twee hier in Gent als UI-ontwikkelaars. Dus wij overlopen waar we mee bezig zijn en wat we gaan doen de rest van de dag. Tweemaal per week hebben we momenteel een meeting met onze collega's uit de Verenigde Staten. En eenmaal is dat om 4 uur in de namiddag. En eenmaal is dat ook om 10 uur 's avonds. Omdat het nogal moeilijk is om samen te werken met zoveel tijdsverschil. Toen ik begon met grafische en digitale media, wist ik nog niet zeker wat ik daarmee ging doen of wat ik daarmee kon doen. Ik kende al wel redelijk wat van informatica, van computers en zo. En een beetje basis programmeren, maar ik wist niet of dat wel zou zitten om de rest van mijn leven aan een computer te zitten en code te schrijven. En ik vond ook wel zo multimedia toepassingen en ontwerpen zo, vond ik wel heel tof. Ik heb een beetje gekeken naar wat er gevraagd werd op de arbeidsmarkt en ja, waar ik zelf al heel veel van kende. En daar ben ik zelf verder in gespecialiseerd om. En zo ben ik hier terecht gekomen uiteindelijk. Ja. Ik weet niet concreet wat ik ga doen volgend jaar of binnen 2 jaar momenteel. Ik ben net 2 weken naar de Verenigde Staten geweest, omdat we zijn eigenlijk overgekocht door een groot Amerikaans bedrijf en dat brengt veel verandering met zich mee. Ik wil zeggen, het is wel, als ik jullie nu bezig zie, vind ik het wel tof. Jullie zijn nog maar eerstejaars en jullie zijn al met praktijkopdrachten bezig. En ik denk dat dat wel een heel goed voordeel is. En dat het belangrijk is om nu al na te denken wat je later wil doen. En om daar al een beetje op af te stemmen van, kijk, de praktijk, de keuzes die ik nu kan maken, om die al af te stemmen op wat je denkt dat je later wil doen. Dus ja, dat je een programmeer of een designer of een videoproducer, een 3D-animator of weet ik veel wat. Dat je daar echt al probeert om veel mee bezig te zijn. Ik denk dat dat wel een goed voordeel is.